Ik ben Bram Spreeuw. Normaal gesproken loop ik mee met de wandelingen voor het Heil des Volks. Maar ik ben helaas ziek geworden, dus ik ken dat niet meer. En dit is mijn verhaal. Ik ben hier in de buurt geboren, een paar grachten verderop. En hier in dit huis achter mij, hier heb ik ook gewoond als kind zijnde. Er komen allerlei mensen over de vloer, allemaal onder de alcohol en heel veel drank, seks. Ik heb een hele hoop dingen om me heen gezien wat een kind niet mag zien, weet je wel. Ik heb echt een lastige tijd hier meegemaakt. Er was een man die wou mijn moeder versieren en die bleef ook hier die bleef ook hangen en slapen. En heb je zijn been afgedaan en onder het bed neergelegd. Toen heb ik die been een keer weer gepikt en heb die grachten gegooid. Maar ja, je bent een kind. Hè? Iedereen zit hier te zuipen en seksuele tijd. En ik moest eigenlijk naar school toe. Maar ik kon me eigenlijk niet meer concentreren op school. Omdat ik al die lastige dingen hier meemaakte. Hier zat ik dan op school, als ik op school zat. Want meestal was ik aan het spijbelen. Want thuis ging het niet goed, door al die alcoholtoestanden. Ging ik altijd spijbelen en toen was ik was eigenlijk straatschoffie. Hier liep ik eigenlijk altijd te banjeren in de Jordaan. Je had hier een speelgoedzaak hier op de hoek. En dan ging ik naar binnen toe en dan had je van die klappenpistolen met die draaiende cilinders. Nou, als kind zijnde vind ik dat toch prachtig. Later, toen ik in de onderwereld kwam, toen werd het echte. Maar toen als kind zijnde vond ik het ook wel leuk. Nou, klappenpistolen met draaiende cilinders. Nou, had ik geen geld, dus wat doe je? Pikken. Nou, zodoende kom je eigenlijk al heel snel met de justitie in aanraking. Ik was geen makkelijk jongetje. Deze steeg achter mij, daar had ik geloof ik 5 of 6 Italianen, had ik een pond kattenbakstenen verkocht als heroïne. En dat was een aanzienlijk bedrag van 20.000-30.000, dus die had ik flink belazerd. En op een gegeven moment kwam ik ze hier tegen en toen vroegen ze hun geld terug, maar dit had ik dus niet. En één Italiaan die had een boksbeugel en die sloeg mij onder mijn ogen in 1 klap neer hiero. Ik voelde de hele wereld wegtrekken, hij sloeg me bijna dood zeg. Ik bloedde, het bloed spatte aan alle kanten. Ik lag daar op de grond. En ik moest zeker wel 5-10 minuten ben ik daar gaan liggen. Hij wou nog een keer slaan, maar ze schrokken zo erg van die klap waarschijnlijk, toen zijn hun niet weggerend. Hier gebeurt, ik ben bijna dood zeg. Ik ben er één geweest zeg, verschrikkelijk. Ja. Ja, je zou toch zeggen, hou er mee op. Maar ik was zo verslaafd aan de methadon, aan de coke, aan de crack. En vooral de crack, jongen. Zwaarste troep het er is. Niks hielp me meer tegen. Niks meer. De grootste dealers ging ik beroven. En ik kwam hier binnen. En toen waren er een paar vrijwilligers, of een paar mensen van de kerk. Die vroegen aan mij, van, wil je een bakje soep? En of een kopje koffie. Ik dacht... Waarom niet eigenlijk? Maar ik ben eigenlijk hier naar binnen gegaan om naar het toilet toe te gaan om de heroïne te gebruiken en de cocaïne te gebruiken. En dan ging ik de soep eten en toen vroegen die mensen mij, mogen we even met je bidden? Of mogen we een gebed met je uitspreken? Ik dacht, nou, als God bestaat, als er iets is, ik heb eigenlijk niks meer te verliezen. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik heb de halve onderwereld achter me aangekregen. Weet je, ik heb zoveel lastige dingen meegemaakt. Ik dacht, nou ja, ik zie het wel. Toen die mensen voor mij gingen bidden, nou jongen, het mooiste moment in mijn leven was dat. Dat stromen van levend water, de liefde van Jezus Christus, waar door me heen kwam, die golven, ongelooflijk. Ik schrok ervan. Ik keek zo, ik heb iets van Golgotha gezien, maar ik kwam tot bekering hier. Het was zo mooi, jongen. Er staat in Johannes 7, vers 38, stromen van levend water. Maar dat was echt, dat was het antwoord van mijn leven, de liefde van Jezus Christus. En dat was zo mooi, jongen. Er staat in de Bijbel. Elke knie zal zich buigen voor Jezus en ik kon de Bijbel niet. Maar wat ik ging doen, ik viel op mijn knieën en ik wou hem vergeving schreeuwen. Maar de Heer heeft me vergeven, dus hier gebeurt. De mooiste moment in mijn leven heb ik tot bekering gekomen. Ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. Ja, dank u wel Heer, dat was mooi. Ja. Ja. Dat is mijn redding geweest. Ben je er dan? Nou, mooi niet. Ik moest nog afkicken. Het heeft jaren geduurd jongen, waar ben ik ziek geweest? Want je hoort toch, ik gebruikte per dag. Nou, dan ben je niet zomaar even zo clean. Het heeft jaren geduurd, een strijd. Daar kun je ook een boek over schrijven. Maar God is goed. God heeft me helemaal gekregen zoals ik nu ben. Prachtig. Prachtig. Wat is Jezus goed. Dwars door alles heen blijf ik zijn liefde ervaren, weet je. En dat is het mooiste wat hij doet. Hij laat je ook niet
ook niet in deze periode, in mijn, terwijl ik terminaal ben, laat hij me ook niet gaan. Ik voel nu ook enorm veel vrede. Het mooiste wat er is, is Jezus eigenlijk. In het leven, Jezus Christus is het antwoord voor alles.